Yo guys, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag met een actioncamera van Action. Zoals jullie hebben kunnen zien, hier is de actioncamera. En ja. Ik hoop dat ik die sneller kan goed gebruiken en ja, vandaag is het woensdag. En wat er gebeurt er op woensdag? Ik ga eten vandaag in Olliesbergje, vol in Glabeek, ga ik iets eten. Lekker, frietjes. Maar daarover meer als ik onderweg ben naar Glabeek. Nu, zoals jullie zien, ben ik op mijn kamer. En een nieuwe lamp ingedraaid. Een ledlamp met RGB. En ja, vandaag gaan we nog eventjes wat vloggen. En ik zie jullie guys zo dadelijk terug als ik gevlogd heb. En ja, ik moet eventjes naar de wc. En ja. De dagelijkse sleur van het leven die zit echt wel hoog bij mij vandaag. En ja, ik zie jullie guys zo dadelijk terug. Ik ben vandaag naar de Action geweest in Truiden, de Big Bazaar. En ik heb deze HD Action camera van Maxer gekocht voor €14,95 in de Action. En ik vond het een echt leuk uitzien. En het pakt micro SD-kaarten. Vandaag speelt KRC Genk tegen Salzburg. Ik heb een pronostiekje gemaakt, een pronostiekje in mijn hoofd, voor 0-3 voor Salzburg. Dus Salzburg gaat winnen in mijn ogen. Maar in jullie ogen kan het misschien anders zijn. Sorry voor deze Genk-fans, maar 0-3 is mijn pronostiek voor vandaag. Want omdat Salzburg vorige keer met 6-1 gewonnen heeft, zeg ik nu 0-3. Omdat Salzburg, die staan op de eerste plek in Oostenrijk, is in Genk rond de 10e plek hier in België. Dus, ja, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Het kan ook zijn dat Genk wint. Ik blijf het voetbal van Genk volgen. Ik hoop dat Genk eigenlijk wel wint, maar ik vrees. Ik heb terug mijn oud licht in gang gezet, omdat dat veel beter schijnt en zo. Want het was hier juist redelijk donker. Dus nu sta ik onder mijn licht en nu niet meer. En jullie mogen zelf de kwaliteit bepalen van deze video. Van deze camera komt nog een review. Ik weet niet wanneer, maar van deze camera komt nog zeker een review. En zoals jullie al zien. Ik heb een groene muur. Maar dat was ook al lang eigenlijk. Maar het is een HD camera. Je mag zelf de kwaliteit van een HD bepalen. Ik kan dat pas bepalen als ik aan het editen ben. En editen kan ik pas volgende week zondag doen. En dat kan ik pas nu zondag doen. Kan ik pas zondag na de wedstrijd doen. Na de training kan ik pas gaan editen. En ik zou zelf zeggen dat deze kwaliteit, voordat ik het kan zien, is hele goede kwaliteit. Ook al heb ik niet zo'n schermpje dat ik kan openklappen voor te zien hoe dat ik vlog en zo. Maar ik denk wel dat dat redelijk goed ziet, want dat ik heel mijn gezicht wil hebben. Dat ik een beetje van mijn handen. Maar voor vandaag ga ik een beetje stoppen met vloggen. Misschien ga ik vanavond zo de rit naar Glabeek filmen. En ja. Tot straks. Nu ga ik me op dit moment bescheren. En ja. Ik ga me scheren. Na deze Dani A. Scheppen dan een grobo messen set. Kan zweet in een nek door de space tablet. Dit komt dan de 101 bars wintersessie van Donnie in 2017
Ofwel van de Eno en Bars. Eno en Bars Dolin Studio Sessie. Zoek hem maar op. Het is een heel goede sessie. Zo'n leuke, een chickie in de keuken. Ik ben een mooi boy. Kijk naar mijn lasse schijnen, hè. Kijk naar mijn lasse schijnen. Fenomeen. Eno en. Shout-out gewoon. Dikke shout-out naar Eno en Bars. Ga abonneren op Eno en Bars. Als je nog niet geabonneerd bent op Eno en Bars, ga abonneren. En ja, zet het in de beschrijving. Als je geabonneerd bent op Eno en Bars, geef ik je een shout-out. Allee, zet het in de comments. Dat je geabonneerd bent op Eno en Bars. Ik zet je comment aan mijn hartje en een like. En ik reageer er misschien op. Ik ga me snel scheren. En dan ben ik weer met jullie en... Mijn water voor het scheren is aan het lopen en... Nee, maar nu even normaal doen. Ik ga zo dadelijk iets eten. Ja, alles is weggevuld. Ik ga zo dadelijk eten daar en... Ja, lekker. Zo zien jullie ook eens hoe ik eruit zie als ik aan het scheren ben. Dus je duidt zo. En dan krijg je je haartjes weg. Je doet zo, hup. Hoe moet je scheren? Tutorial, hoe moet je scheren? Dus je pakt, scheert je aan, dus smeert het op je gezicht. Dan begin je te scheren. Ik gebruik nu een mesje uit Aldi, drie mesjes bijeen. Nu valt altijd bewegingen naar boven. Nooit naar beneden, maar altijd naar boven. Dan kom je nu bij zo een stukje van je kin. Doe je altijd een beetje rustiger. Waarom? En ik doe altijd een beetje rustiger met mijn kin. Ik heb daar vroeger in gezeten. Met het scheren. Ik ben bijna geschoren aan mijn onder. Alleen. Ik ben bijna geschoren aan mijn baard en zo, snap je? En nu een snor. Altijd zo naar beneden doen. En dat is natuurlijk wel how you shave yourself. Soms heb je ook mensen die bakkenbaard hebben, zoals ik. Scheer je één keer de week of één keer met twee keer af, dan heb je minder haar. Inderdaad, en nu ben je fris geschoren. Maar je moet je fris geschoren eruit zien. En ja, ik zie er natuurlijk fris geschoren weer uit. Na 5 minuten. Met scheren, heb ik fris geschoren. En ja, ik ben misschien een beetje rood, maar dat heb ik altijd. Op dit moment ben ik geschoren, heb ik mijn das aangedaan en mijn hemd aangedaan met mijn das. Dus nu is het tijd voor het reukje. Ik heb normaal gezien altijd een reukje in mijn rugzak zitten. Ik ga nu eens kijken of hij daarin steekt. Ja, hij steekt erin. Ik gebruik dit reukje. Dat is eigenlijk Jean-Paul Gaultier Le Male. Als ik het me niet goed vergis. Wel de goedkope versie.
Hij raakt even goed. Nou, doe ik een paar keer zo. Maar ik heb nog vooral in mijn blik gaan zitten, voor moest ik een leuk meisje, moest ik een mooi meisje tegenkomen. Dat ik altijd zo een keer kan spuiten. En dat ik dat meisje dan met goede reuk kan verspreiden. Maar nee, eigenlijk, ik gebruik dat gewoon. Ik neem er overal mee naartoe en... Oh, ik heb dat een paar maanden geleden gekocht en... Ja, ik gebruik het bijna elke dag dat reukje. Heeft niet zoveel kost, 6 euro denk ik, 5 of 6 euro heeft het gekost dat reukje. En ik heb er nog altijd geen spijt van dat ik het gekocht heb. En zoals ik nog altijd geen spijt heb van deze camera. Zo dadelijk gaan we trekken naar Glabbeek. Ik zie jullie guys vanavond als ik terug thuis ben. Ga ik eventjes mijn dag voor jullie bestellen. En dan ga ik slapen in dit heerlijk bedje. Ja, dat is nog wel een beetje... Dat bed zoals jullie zien is wel een beetje rommelig. Het is nog een beetje heel rommelig. Dat is nog heel vol. Maar deze avond ligt het er allemaal af. En... Ja, hoe was jullie dag eigenlijk? Of jullie week? Of ja, wat tot wanneer? Hoe was jullie week van school? Want deze video komt waarschijnlijk uiterst op woensdag online. Woensdag, eventjes kijken. De datum. Als ik de video natuurlijk geëdit krijg. Tegen dan op mijn nieuwe PC. Die krijgen jullie ook nog te zien. Uiterlijk tegen woensdag 4 december, ofwel tegen vrijdag 6 december, komt de video online. Ik hoop woensdag 4 december eerlijk gezegd. Want normaal upload ik op maandag altijd mijn vlogs. Maar aangezien ik nu pas op zondag ga editen, zondag een hele namiddag heb ik dat editen, maandag een hele namiddag, dinsdag misschien een avondje, zeker woensdag klaar staat. Ik hoop dat ik dan kan editen. En zonder watermerk en zo. Want ik heb een nieuwe PC met PowerDirector voor Dell. Ik heb een, ja, ik heb een Dell PC en PowerDirector. En je kent het wel. Maar nu ga ik eventjes stoppen met vloggen. Ik ben daar eigenlijk al lang aan het zeggen. Maar nu ga ik dat echt doen. Want ik heb het nodig. En ik ga ze zoiets vertrekken naar huis. Dus ik ga ze zoiets vertrekken niet naar huis. Naar Oliesbekje vol in Klaabeek. Ga daar zeker ooit eens een frietje eten of een... Of ja, ga daar gewoon eens eten, want het is heel lekker daar denk ik. Ik kan dat jullie straks zeggen. Maar je krijgt er wel grote porties. En ik ben terug thuis van het gaan eten bij Oliesbekje vol. Het was heel lekker, want mijn buik zit echt zo vol. Ik heb 3 schnitzels gegeten. Ja, dat ik heb een schnitzel gegeten. Ah ja, waren 5 schnitzels op één bord. Met heel veel champignonsaus over. Met frietjes erbij. Maar ik heb niet alle frietjes opgegeten. Ik heb 3 schnitzels gegeten. En ja, het was heel lekker het eten. Maar als jullie horen, ik moet het eten maar laten. En ja, ik ga jullie slapen mensen, want ik ga gaan slapen. Morgen vroeg ben ik er weer met een nieuwe update over hoe mijn leven is gegaan, over hoe mijn leven gaat. Slaap wel. En morgen moet ik terug gaan werken. Zoals jullie weten ga ik werken in het tabak. Ik ga de rit van hier naar Leuven een klein stukje filmen. Met de trein naar Leuven, tjoeke tjoeke tu. Als jullie... Goedemorgen dames en heren. Het is dus weer al een donderdag. Maar ja. Nog even stil zijn, het is nog... Het is nog... Ja, ze weet ga ik betrekken aan het werk. Ik zal jullie de ronde, want ik zal jullie de rit naar het werk laten filmen. En nu ben ik op mijn werk aangekomen, dus ik ga eventjes werken tot deze middag, deze avond. Ja, het is kwart na 3. En dan
ben ik verhuisd. En ik ben thuis aangekomen, zoals jullie zien, zie ik hier op mijn kamer. Dus het werk was heel tof. Jullie hebben natuurlijk daar juist de trein, de route van met thuis naar, van de trein van Leuven, bedoel ik. De route van Leuven naar Nederland gezien. En ja, nu ben ik thuis. En ik ga zo dadelijk iets eten. Lekker. Eerst ja, nog thuis komen te gooien. Ja, maar ja, wat vinden jullie van de kwaliteit wat ik nu mee bewerk? Wat vinden jullie van de kwaliteit wat ik nu mee film? Dat op 1080p 30 frames per seconde. Dat ik zo doe, dat is 30 frames. En ja, ik ga morgen nog gaan werken. En zaterdag, dit is de deur, maar dan ga ik zaterdag pas vertellen als ik onderweg ben naar die persoon. Ja, zie jullie guys. Zaterdag, morgen terug, ja. Zie jullie guys, weer terug als ik ja, iets krijg. Ja. Joe! Slaap wel mensen, het is nu vrijdag, morgen ergens naartoe gaan en ja, jullie zullen dat morgen wel zien, want morgen ga ik nog een beetje filmen en zondag, editag, maar we zien elkaar morgen terug, morgen vroeg, ga ik wakker zijn, ga ik filmen met mijn sleepy cup, wat jullie morgen, ja. Goedemorgen dames en heren, het is eventjes geleden, gisteravond, maar het is vandaag zaterdag 30 november 2019, je hoort het misschien nog aan mijn stem, ik ben nog kei moe, maar ik moest vandaag gaan eten in Landen, jee, maar ik zie jullie guys zo. Dus, mijn opname was mislukt er juist. Ik had dat dus dan ontzettend aan het opnemen geweest, maar het was mislukt. Dus, ik moet straks naar het weesje van Dries.
Dat is wat ik ging doen straks. Dus ik moest straks naar het feestje van Dries in Leuven. Het jaarlijks feestje van Dries is 25 geworden. En daarna is het even een feestje in de sporen in Leuven. En ik ga er naartoe. Zeker. En ik zie jullie guys straks terug als ik terug in Leuven ga ben. Een feestje begint rond 8 uur, denk ik. En het kan wel een vroege uurtjes duren. Maar ik zie jullie guys dan. En als ik thuis kom, ga ik editen. En nu ben ik terug thuis. Ik ben naar Londen geweest. Ik ben dus gaan eten in de zeekas in Londen. Dus. Nu is uiteindelijk ga ik terug vertrekken naar Tiene. Ik heb om 20 na 5 mijn bus naar Tiene. Ik ga dan vertrekken naar Tiene. Was er iets stadspark. Ik ga wachten op mijn vader. En zo rijden we zo door naar Boutersem. En daar pak ik dan s'avonds de bus naar Leuven. Maar jullie gaan zo dadelijk terug in weer een nieuw hoofdstuk van mijn leven. Binnen dit en 5 minuten. Nee, wat zeg ik, binnen 10 en 10 minuten vertrek ik naar de bushalte. Dus ongeveer rond 5 na 5 ga ik vertrekken. Dat ik rond 6:15, 6:10 aankom in Tiene. Dan ben ik naar de Brasserie Stadspark, het nieuwe werk van mijn vader. En dan gaan we zo door naar Boutersem, dat ik daar een beetje kan editen al. En dan gaan we vertrekken naar het feestje van Dries. Maar jullie kennen Dries niet. Misschien is Dries wel een van mijn kijkers. Maar ja, die video komt ook wel eens online nadat het feestje gedaan is. Dus wil ik al bij deze zeggen, Dries, merci voor het feestje. Maak daar merci voor het feestje. En ja, en geniet er nog van. Ik heb geniet nog van dat feestje en ja, er komt misschien wat footage van dat feestje. Maar ik zie jullie guys een beetje als ik op de bus zit waarschijnlijk. Momenteel ben ik al aan de bushalte. Nu wacht ik op. Deze is een beetje mijn setup. Met ja, een flesje cola en een nieuwe controller. En ja, dit is mijn setup. Ziet dit Adobe Photoshop en zo. Maar dit is eigenlijk mijn setup. En ja. En nu is zondag. Maar bij deze wil ik de video afsluiten. Hebben jullie genoten van de video? Check dan zeker dit kanaal van Sven Wilkens. Die zijn kanaal komt in de beschrijving. En ja. Ja zeker. Abonneer. So now.